Ik ben Jer Ponsen, ik woon in Krimpen aan Dijssel en ik ben 73 jaar. Ik heb COPD, dat is een chronische aandoening van de luchtwegen. Ik denk, nou wacht even, ik ben 65 of 63, zal een leeftijd wel zijn. Nee, vrouw, dus het is gewoon je longen. Ik ben afgelopen maart in het ziekenhuis opgenomen met een soort longaanval. Waar ben je echt, nou, dan ben je helemaal van de wereld. Ik ben Sandy de Bruin, ik ben werkzaam op het Havenziekenhuis op de longpolykliniek als verpleegkundig specialist longziekte. Toen hebben we voorgesteld om hem te laten revalideren in het Antonisch Binnenweg in Rotterdam. Daar hebben wij een programma lopen voor mensen met COPD, die daar dus een langere tijd, 4 tot 8 weken, opgenomen worden. Om daar dus aan hun herstel en hun conditie te gaan werken. En je moet je verzetten, dat je dus niet meer gelijk alles tegelijk kan doen. Je moet je leren, alles op zijn tijd. Nou, in de schuur rommelen. Aan de werkbank, dat gaat nog wel. Dan kun je een beetje gaan zitten en dan kun je prutsen. Maar het grote werk, dat over. Dat kan je niet. Hier. Vanuit het Havenziekenhuis kwam bericht of ik mee wilde doen aan COPD online. Ik denk, dat doe ik. Als er wat te doen is, wat bijdraagt aan verbetering van je ziekte, dan doe ik dat. De COPD online die ik invul, daar kan de longverpleegkundige en de arts in kijken. Het doel is zelfmanagement. Dat is dat mensen dus zoveel mogelijk leren om zelf om te gaan met hun COPD. Je ziet die COPD-lijn, zie je ook in de grafiek, hè, van hoe je daartoe bent. Dan zie ik te vullen en dan zie ik later het resultaat van het overzicht. Dan zie je wel, ik zit er in een deukje, ik zit in een dipje. Dan ga je afvragen, hoe komt het dan? Dan voel je je gerustgesteld, omdat je ziet dat het weer beter kan gaan. Nee, doordat je weer je beter in je herstel zit. Het geeft je weer wat meer vertrouwen, zelfvertrouwen. Alle kinderen uit de buurt en ook mijn kleinkinderen die zeggen altijd opa maken wat kapot is. Dus dat gooien ze hier neer. En dat repareer ik dan in de keuken op een keukentafel met heel fijn gereedschap zit ik dat te repareren. Ja, dan moet je dan zomaar een beetje toch bijblijven bij de wereld. Hè? Anders dan val je zo in niks.